15. Van Darnoud Ries, onder vriend uit Levenhagen. Vorig weekend nog in de stemmen oranje. Daar gaan we nog mee te doen hebben gehad. Nou, we gaan hier op pad hoor. En het is de Bonne van de Kooi die de beste zat. En de man uit Noord-Burgum. Dan is het Jeffrey Jobbersma, Michiel Knap. En Knap die liet vanmorgen in de training zien dat die beide mannen vooraan heel goed kan volgen vandaag. Nou, dat belooft wat. Dan Jarno de Ries, Lazar de Ries. En dan is het Dave Meijering. En Meijering die maakt geweest en zijn foutje van alles. Lazar de Ries, doe je het kruis. En dan wachten we dat het niet gaat. Ook de beide kopmannen, ze komen hier door. De Bonne van de Kooi houdt er aan de leiding Jobbersma die aan de buitenkant probeert er wat dichterbij te komen. Jeffrey Jobbersma loopt het over rechtsdruk weer heel hard naartoe hoor. Jobbersma, Jeffrey Jobbersma neemt de leiding hierover. Bonne van de Kooi, hoe gaat even het achterwieltje weg. Jobbersma, Van de Kooi, Michiel Knap, Jarno de Vries, Lazar de Vries. Dan is het Jorgie van Manen, Deekmeijer, William Kruijs. Daar is hij, Nick Hamminga. In het achterwiel. De beide kopmannen toch al stevig nu bij de mannen erachter weggelopen. Nog altijd aan de leiding Jeffrey Jobbersma. Jobbersma. Brakduren. Dan Bonne van de Kooi. En dan is het. Hey, Jarno de Vries. Die komt naar voren. Jarno de Vries voorbij aan Michiel Knap. Jarno de Vries. Oh, dan maakt die klein foutje. Dan kost hem weer beetje. En dan moet hij weer zijn. En dan kan het weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Schouder en schouder daarover zijn en Michiel Kramp die het toch met voorzet. Jobbersma pakt hier de zegen. Michiel Kramp met de 3, William Kruijs met de zuiver. Bonne van de Kooi met de 9e man uit Noordbergen. Aanstaande vrijdag de Open Beker Grasmarijzers van de Stichting Autosport Noordbergen. In samenwerking met de VTBM. U bent er van harte uitgenodigd. 17:30 dan gaan we trainen. En om 18:30 dan gaan we dat beetje voor de eerste maal af. Dat allemaal in Noordbergen. De 6 van Lazar de Vries, die hier ook nog staan, de mannen zo wenden. De 5 van Jordi Vermanen, die komt uit het mooie Naarden. Is een eentje uit de buurt. Dan de 8 van Jarno de Vries, de man die het zo mooi deed. Er staat dan die we met de 14, die kan. Die gaan nog even erbij van de 9 van Jeffrey Jobbersma. En dan hadden we de 10 ook nog ertussen in de 5 mijning. Oh, slechte start dan voor Jarno de Vries en William Kruijs. En voor Jarno de Vries is het zelfs gewoon uit, over en sluiten. De Vries hield dus uit de strijd. Jarno de Vries, Bonne van de Kooi. Van de Kooi aan de lijn. Jobbersma op de tweede plaats. Michiel Knap op 3. Dan is het Lazar de Vries voor Jordi Vermanen. Dave Meijering. William Kruijs. En dan de 14 van die Hamminga. Jobbersma. De halter aan de leiding is Jeffrey Jobbersma, hij gaat aan de leiding. Dan is het Bonne van de Kooi op die tweede plaats. Michiel Knap op een zette, Lazar de Vries op een vierde. Dave Meijering, Jordi Vermanen, William Kruijs. Dan die Hamminga. Ja, William, een hele slechte start gaat William Kruijs. Maar komt hij toch langzaam naar voren. Kan nu gaan aansluiten bij Jordi Vermanen. Kan hij er nog langskomen? Nee, lukt er nog even. Je ziet er aan de overkant. Hij zit er wel kort op. Jobbersma. Hier als verhaald over die 65. Nee, Bonne van de Kooi op die tweede plaats. Michiel Knap op een derde. Lazar de Vries op een vierde. Dave Meijering op een vijfde plaats. En dan is het Jordi Vermanen. William Kruijs. En zo gaan we hier in de ronde. We gaan hier richting het wat in de bocht. Jeffrey Jobbersma, hij pakt de overwinning. Dat doet hij dan. Voor de nemen van Bonne van de Kooi. Michiel Knap, Dave Meijering, Lazar de Vries. Nou, de rijden is in de 60 centimeter, die gaan nog een keer, die gaan nog voor de punten. Ja, wij rijden nog eens, dat zullen de punten hier door. Ik pak eventjes het juiste papiertje voor ons. We hebben het allemaal opstaan, hoe die mannen ervoor staan. En we gaan eens even zitten kijken. 16 punten voor Jeffrey Jobbersma, die staat er goed voor. 14 voor Bonne van de Kooi, 11 om Michiel Knap. Dan wordt het al 8 voor de van Banen. Nou, de mannen gaan hier op af. Oh, Jarno de Vries, jongen toch. Dan slaat weer die gaat hier helemaal af. En dan is het weer gebeurd voor hem. Is het weer over en uit voor Jarno. Ongekend sneu voor die kleine held uit Liepenhuizen. Dan kijk eens aan. Michiel Knap aan de leiding. Jazeker, Michiel Knap. Hij neemt de leiding hier in hand. En dan komt de Bonne van de Kooi aan de andere kant langs. De Bonne van de Kooi die de leiding overneemt. Jeffrey Jobbersma had die tweede baas nu. En dan is Michiel Knap die in één bocht tijd toch twee plaatsen verliest. Maar Knap sluit aan, pikt aan bij die rappelmannen daarvoor. Die gaat dan toch proberen de hand mee te doen.
Kijk of wie er dichterbij kan komen. Oppersma en Van de Kool. De top is hier over die twee. Oppersma aan de leiding. Van de Kool op die tweede plaats en dan is het niet heel knap. Jordi die Vermalen, Dave Meijering. Lazar de Vries, William Kruijver, die gaan niet gaan. Maar wat is het balen hier voor Jarno de Vries? Oppersma, hij gaat hier aan de leiding, Jeffrey Oppersma. Borne van de Kooi, die tweede plaats, die zoek af, gaan we naar de onderkant laatste, er is bij Borne van de Kooi. Knap, nu naast Van de Kooi, snijdt de deur weer dicht, die snijdt in de kop en dan loopt hij er gelijk iets weg en dan kan die zoek af weer opnieuw gaan beginnen, kan hij in de laatste bocht nog iets. Kan die zoek af nog eens in de buurt komen, kan hij er gewoon aanzetten. Oppersma, die gaat hier de overwinning pakken en dan wordt hij in de tweede plaats, ja, in de voordeur van Borne van de Kooi. Die zoek af.